Exelon, een middel tegen dementie dat van de verzekeraar alleen mag worden voorgeschreven bij mensen in een vergevorderd stadium. Maar het middel werkt juist heel goed bij mensen met een beginnende dementie. Alleen wordt het dan niet vergoed door de verzekeraar. Dus wordt door neurologen het testresultaat vervalst. Niet alleen door Janssen Steur. Hij moest dat spul hebben, wilde dat aan die patiënten geven om ze te helpen. En hij had ook wetenschappelijke argumenten waarom dat zou werken. Maar die patiënten die konden dat niet krijgen, dat middel. Want dus ze voldeden niet aan de voorwaarden. Voor de voorwaarden, want voor die verzekeraar moest ze een score hebben onder. Toen dacht hij, nou ja, dat soort dingen heb ik ook wel eens gedaan. Dan vul ik gewoon een andere score in. Dat is voor die patiënt gunstig. Dat is toch bedrog? Dat is bedrog, ja. Dat weet ik. Maar soms is het nodig. Ik ga absoluut naar de inspectie met dit verhaal. Het kan niet zo zijn dat artsen in dit land voor eigen rechten spelen. En zelf doen wat zij goed vinden en dan regels die geformuleerd zijn negeren. Dat kan niet, dat mag niet. Het gaat ook niet gebeuren. Neem nou een patiënt die een rolstoel nodig heeft. Die heeft een neurologische aandoening en die heeft een rolstoel nodig. Als je de diagnose MS invult, krijgt die patiënt zo snel mogelijk een rolstoel en het wordt nog vergoed ook door de verzekeraar. Maar vul ik een ingewikkelde neurologische diagnose in die bij die verzekeraar niet bekend is, dan komt die rolstoel er niet. Dan gaat het in ieder geval heel lang duren. Gaat het heel lang duren en soms lukt het dan zelfs nog niet. Dus wat doe ik dan? Dan schrijf ik toch lekker gewoon MS op. En zo functioneerde Janssen Steur en vele neurologen met hem. En het leverde niet alleen maar vijanden op. Ook oud-patiënten zijn tevreden over zijn handelswijze. Zoals Bert de Haan, schrijver en illustrator en Parkinson-patiënt. Op dat moment komt er een lange, slanke man met lichtgolvend haar binnen. Hij heeft een scherp gesneden gezicht en is gekleed in spijkerbroek met rode trui. Janssen Steur, stelt hij zich voor. En, vraagt hij, terwijl hij zijn wenkbrauwen optrekt, zijn jullie eruit? De artsassistent knikt en zegt, zo goed als zeker, Parkinson. Dan zal het wel zo zijn. Hij, voor mij is hij een hele goede arts geweest. Ik heb heel veel aan hem gehad, ik heb een goede tijd bij hem beleefd. Hij heeft me goed geholpen in het eerste stadium van Parkinson. Dus ik denk met veel warmte aan hem terug. Het beeld dat van Janssen Steur is ontstaan is er een van een ontspoorde specialist. En hij was ook excentriek. Een solist, een moeilijke man. Ook voor zijn vakgenoten. Hij was niet makkelijk voor zijn collega's. Dus hij keek op sommige mensen neer. En het is natuurlijk niet zo leuk als je collega bent en er wordt op je neergekeken. En niet alleen dat, maar dat ook kenbaar wordt gemaakt. Dat is dat sprak hij ook uit? Ja, absoluut. Ja, dat sprak hij gewoon uit. Ja. En wat zei hij dan? Je kan er niks van? Nou, bijvoorbeeld, wat ik me kan herinneren is dat hij in een groepje met allerlei neurologen stond. En er stonden collega's van hem daarnaast. En dat hij tegen mij zei, ja, ik heb het niet makkelijk met deze middelmaat. En stonden die mensen daar gewoon bij. Ja. Ja. Hij is verslaafd geraakt. Ja, dat kan hij natuurlijk ook niet helpen dat dat gebeurd is. Hè? En hij heeft het gedrag vertoond van een verslaafde. Nou, dan zeggen allerlei mensen, maar ja, zou jij dan zelf naar een verslaafde dokter gaan? Hij zegt, nee, maar ja, zo werkt het niet. Wat ik vind, dat is dat de omgeving waarin hij werkte, dus zijn maatschap en dat ziekenhuis, dat die tijdig hadden moeten ingrijpen om te voorkomen dat die schade zou aanrichten. Maar dan zeg ik daar onmiddellijk bij, hij was verslaafd. Later is hij helemaal afgekikt, hij is helemaal schoon enzovoort. Dat heeft hij allemaal voortreffelijk gedaan. Maar er staat nog steeds niet vast of hij door zijn verslaving nou fouten heeft gemaakt. Een medische test manipuleren, een recept verzinnen, het doel heiligt de middelen. Als we professor Vermeulen beluisteren, maakt een beetje papieren bedrog niet zoveel uit. En dat hebt u zelf ook wel eens gedaan? En ik heb het zelf ook wel eens gedaan, ja. Waarom bent u dan niet voor de tuchtrechter gesleept? Nou, omdat niemand op zoek is bij mij om iets te vinden wat ik fout gedaan heb. Artsen lijken het niet zo nauw te nemen met de regelgeving in Nederland. Dat vinden althans veel artsen zelf. Zeker nu blijkt bijvoorbeeld dat 10% van de diagnoses op het gebied van Parkinson fout blijkt te zijn. Het woord lijkt aan de politiek. Is de getroffen situatie voldoende aanleiding voor de politiek om maatregelen te nemen of niet? De tijd zal het leren.